Hij blijft gewoon staan deze week, het beeld. Ik heb alle voorbereidingen getroffen voor een stabiel beeld. Osmo, mobiel, alles is opgeladen. Ja. Dus, kreeg geen opmerking over, hè? Ja, dat is waar. Ja, daarom. Dus geen gedoe met brakke beelden deze week. Nee. En in het daglicht ook dat nog. Opgenomen op maandagmiddag. Dit is het primeurtje eigenlijk. Dus in dat geval is dit al een primeurtje. Dus ik kan nu weer weg. Dit was het primeurtje. Ja, nou toch wil ik het even met jou over voetbal hebben, want er is toch... Interessant. Nou, er is een aantal... Ja, ik weet waar je op doelt. We hebben allebei geen wedstrijd gezien dit weekend. Dat maakt allemaal niks uit, want er is wel knijterveel gebeurd. In een week... Ja, er is afgelopen week ook hoop gebeurd. Exact. Ja, klopt. Exact. We hebben nieuwe trainers, we hebben nieuwe spelers geworden. En ik moet over de trainer van Lisse even mijn verontschuldiging aanbieden. Wat dan? Omdat ik op... Wanneer was het? 18 november. Ja. Ik zal de bron niet noemen om hem in bescherming te nemen. Op 18 november kreeg ik een berichtje van iemand die zei... Die trainer van ADO 20, is dat niet iemand die bij Lisse op het lijstje zou kunnen staan? Bronckhorst, dus die trainer. En eigenlijk heb ik dat berichtje gelezen. En nooit meer... Voor lief genomen. Toen ook gezegd, die ken ik niet, wie weet. En wat gebeurt er prompt 2 weken later? Het is hem. En dan zitten wij te speculeren en dan worden er allemaal namen genoemd. En ik heb het gewoon 2 weken geleden in mijn mobiel. Ja, nou, ik moet zeggen wat dat betreft, ik ben een beetje de clubwatcher van natuurlijk. Omdat ik er zo wat naast woon, FC Lisse. Ik had het ergens door de week opgepikt. Had ik gehoord dat er een nieuwe trainer was aangesteld. Maar ik dacht, ja, weet je, het wordt ook wel eens dat soort dingen gezegd om ons een beetje op het verkeerde been te zetten. Dan is het dan, ik laat het gaan. Maar ik vertrouwde het niet, want ik hoorde net 2 keer. Dus toen heb ik inderdaad Lisse en heb je gestuurd van joh, er gaan verhalen rond dat jullie een trainer hebben. En dat bleek. En toen kwam deze man eruit en ik had er nooit rekening mee gehouden. Nee, want wij zaten met Jimmy Simons, wij zaten... Twisker, Nick Oosterlee is wel eens een keer langsgekomen. Ja. Jimmy Simons natuurlijk. Ja. Nee, we zaten er weer lekker naast. Mark Evers hebben we nog genoemd. We zaten er volledig naast, inderdaad. Ik weet ook niet of dit de eerste optie was, of de tweede of de derde of weet ik veel, maar... Daar gaan we binnenkort achter komen. Plug is zelfs nog genoemd destijds. Plug, het scheen wel dat Plug, die verhalen hoor ik wel. Dat Plug was in principe favoriet om daar trainer te gaan worden. En alleen, toen kwam VSB vrij. Ja. Per direct. Laten we het dan niet over het debuut van Plug gaan hebben in Noordwijk Hout. Die slaan we dan voor... Hoe was het geworden? 5-1, hè? 1-5, ja. Au. En dat dan ook nog tegen de oude ploeg. Ze staan nu volgens mij gedeeld 14e, dacht ik. Zal ik even snel te kijken. Ja. Dus dat kan alleen maar beter. Ik moest wel lachen, want ik stuurde hem zaterdag nog even een WhatsAppje. Ik heb hem namelijk geïnterviewd en heb ik echt wel een leuk gesprek met hem gehad. Dus ik stuurde hem zaterdag even een WhatsAppje. Succes bij de buurt voor VWSB. Daar reageerde hij op dat moment niet op, want hij zat waarschijnlijk al in zijn voorbereiding. Ja. En het enige wat hij op zaterdagavond terugstuurde, dat was zeg maar zo'n aapje met 2 van die handen voor zijn ogen. Dat die emoticon, zeg maar. Ja. Dus daar moest ik wel om lachen dat hij daar zelf, nou ja, bij wijze van spreken, ook wel de humor van inzag. Het was wel, dat is een sidestep, komen we meteen op, wel het weekend weer van de goals. Zal ik even te denken, er zijn een hoop goals gevallen. Toch! Nou, jij wilt straks vast ook even zo'n vriendig om hebben. En op de zondag waren er sowieso veel goals. Ja. Maar ook FC Rijnvogels is ook natuurlijk veel gebeurd deze week. Nieuwe trainer, dat sowieso. Jij hebt ook gesproken met Fred Verboom, volgens mij, van het bestuur. Ja, klopt. Zo, dat is ook alweer gebeurd. Ja, dat is ook gebeurd. Wat ik overigens een zeer, hoe zeg je dat, ik vond het een overzichtelijk artikel. Gewoon van, oké, dit is aan de hand, dit is duidelijk, zo gaat het eruit zien. Hoe heb jij dat ervaren? Dankjewel, Frank. Ja, maar hoe heb jij dat ervaren, dat gesprek met Fred Verboom? Nee, hetzelfde. Hij was klonk heel evenwichtig. Het was heel erg, gewoon een verhaal in zo, wat hij kwijt kon, zeg maar. En ook gewoon duidelijk verteld van, dit gaat er gebeuren, dit is de situatie. En wat we dus weten, ze gaan met de stichting rondom die selectie werken, wat volgens mij heel veel clubs doen, dacht ik. Dat zou best kunnen, ja. Ik weet van Toledo, Katwijk, die hebben volgens mij een aparte stichting voor de selectie zelf. Toledo, inderdaad, dat weet ik ook sowieso. Ja, en daarnaast gaan er wel wat qua salarissen natuurlijk, of qua salarissen, qua budget gaan ze wel wat naar beneden voor het eerste elftal. Maar dat valt ook nog wel mee en ik geloof dat ze nog steeds een budget hebben voor de top 6 hoofdklassen. Kijk. Dus dat is niet misselijk. Kan je ook daarna afvragen van hoe hoog was het dan de laatste jaren? Het schijnt dus dat gewoon echt een derde divisie begroting was. Maar ja, weet je, dat soort dingen, daar gaan ze nu een stapje in terug doen. Nieuwe jonge trainer, dus
wie weet wat dat gaat opleveren. Ja, zonder bedragen te noemen vond ik hem wel heel open, Fred, voor kunnen vertellen van oké, we hebben meer geld uitgegeven dan dat er in het laadje zat en allemaal dat soort dingen. Dat zat hij, dat moest ik wel om lachen, dat ging hij mij uitleggen van ja, er is veel meer geld uitgegeven dan dat er binnen is gekomen. Toen zei ik van ja, ik ben geen econoom, maar dan begrijp ik ook wel dat het op een gegeven moment fout gaat. Ja. Dus ze zijn nu alles aan het doen om meer geld, gewoon meer inkomsten te genereren. En qua uitgaven gaan ze dus een beetje naar beneden. Ja, er is dus inderdaad bij Rijnvogels nog meer gebeurd. Want Thomas Duivenvoorde, ons niet onbekend, heeft daar een contract getekend voor het nieuwe seizoen als trainer. En twee spelers al verlengd. Ja. Thomas Duivenvoorde, FC Rijnvogels, mooie combinatie in jouw ogen? Ja, denk ik wel. Ja, ja toch? Ik heb hem bij Katwijk dan vorig jaar meegemaakt als assistent. Ja. Komt over als een hele ambitieuze trainer. En dat Rijn volgens nu ook twee sterke ouders gelijk bindt, dat zegt natuurlijk ook wel van, joh, we gaan er weer voor. Ja, vond ik, kijk, ze zullen het sowieso naar buiten hebben gebracht, maar ik vond het een ijzersterke set om na een 1-2 nederlaag, voel je je niet helemaal sanang natuurlijk als fan, om dan gelijk, bam, twee, kijk, het is voor ons als journalisten is het op dat moment misschien iets minder leuk, want je moet keihard werken ineens. Nou, jij appte mij, volgens mij heb ik het ook tegen jou gestuurd van, app mij even niet, want ik ben druk bezig. Ja, ik ben even druk bezig, ja. Het viel uiteindelijk wel mee hoor, hoe druk het was. Ah, toch? Gelukkig. Nee, joh, twee, leuk voor ze, Romano van de Stoep, volgens mij heb jij die nog gesproken, ja. Sidestep. Ja, toch? Die op het moment van plaatsen van dit, staat hij al op de website. Ja. Maar dat ga ik vanmiddag zeg maar uitwerken. Okay, maar die vond ik ook heel positief aan de telefoon. Dus weet je, ik vond, in dat geval, hij ziet er ook wel wat. Hij zegt, het is voor de eerste keer dat ik met zo'n jonge trainer ga werken. Ja. En dat vind ik ook wel iets heel interessants. Ik ben heel erg benieuwd hoe Rijnvogels het dit seizoen gaat doen. Toch weer verloren zaterdag. We waren echt goed begonnen. Ik ben een beetje benieuwd waar dat gaat eindigen. Ja. Eerlijk gezegd. Dan zei Romano van der Stoep daar nog even over. We zijn nog even iets te veel afhankelijk van bijvoorbeeld Jaap van Duin. Ja. Als die wel of niet meedoet, dan merken we dat gelijk. En hij scoort heel veel doelpunten voor ons. Daar zijn we net even te veel van afhankelijk. Dit is duidelijk. Dus dat. In de tweede divisie, Katwijk. Met een ontiegelijk lekkere. Deze zijn misschien nog wel lekkerder dan de 4-0 overwinning. Nou ja, kijk, wij doen tegenwoordig hetzelfde op de zaterdagen. Wij schrijven, we houden de stand heel erg bij. Ja. Ik moest jij veel aanpassen deze keer in je bericht? Nee, eigenlijk niet. Ik had er nog enigszins rekening mee gehouden. En ook enigszins wel ruimte gelaten voor verandering. Voor duidelijkheid, Katwijk scoorde in blessuretijd de winnende. Bart Sinteur. Ik ga oppassen met wat ik zeg. Maar ze staan nu volgens mij 3 punten van de kop. Er is niks aan de hand. Als ze zaterdag winnen van AFC en die week erop van IJsselmeervogels, heb je een hele grote kans dat Katwijk als koploper de winterstop ingaat. Ja, echt, als jij dit 3-4 weken geleden gezegd had. Nee, maar dit zegt dus van ja, jongens, er kan wel in paniek raken met z'n allen. En je kan wel doen en zeggen trainer eruit, maar met de week kan het veranderen. Ja. Zeker in deze competitie, dus dat wil ik ook even kwijt. Absoluut. Eén mooi ding daarvan vond ik ook nog. Dat is de 100ste treffer van Marciano Mengerink. We moesten even wachten, hè? Ja, we moesten er 6 duels op wachten. Hoeveel moet hij er om all-time? Dat weet ik niet. Okay. Nee, dat weet ik niet. Laat het hier vooral achter Katwijk-fans. Er zijn altijd een paar knettergoede Katwijk-fans die precies weten. Ik noem bijvoorbeeld Robbie Hufkens. Die zal het er zo onder kunnen zetten waarschijnlijk. Okay. Dus ik daag je uit, Robbie, bij deze. Zet het er maar onder, want hij moet dan volgens mij Hans Zwaan in ieder geval voorbij. Nou, en dan ik zijn het 30 of zo, 130 moet hij maken geloof ik. Nog wel aardig wat treffers, ja. Ja, nou, dat kan wel. Ja, want volgens mij reageerden ze dat ook al onder het artikel, zo van nou op richting Hans Zwaan. Nou, als hij dat doet, dan wordt hij natuurlijk wel een beetje de grootste aller tijden. Hè, nou, wat de spits heb gelopen. Heb je die goal gezien van hem? Hij schoot hij ook goed in. Een beetje, ja, maar dat hebben we. Ik zie dat helaas zien we dat nog te weinig dit jaar. Hij lijkt weer een beetje de oude Mengerink te worden. Nou, exact. Dat is wat ik precies ook dacht. Dat zal hij trouwens roerend mee eens zijn hoor, denk ik. Het vertrouwen waarmee hij die bal inschoot. En ik had hem ook aan de telefoon 's avonds. En dan hoor je ook eigenlijk weer een beetje dat Amsterdamse bravoure in zijn stem. En gewoon de oude Mengerink komt weer een beetje terug. Ja, klopt. Ja. Klopt. Nee, jij hebt helemaal gelijk. Okay. Hey, we gaan even naar de zondag, denk ik. Ja, waar wil je beginnen? Wat zijn het? 11, 19 goals in 2 wedstrijden? Ja, zullen we eerst bij laten we even negatief beginnen, ook wel eens leuk. Van Ispen. Ja, wat is daar aan de hand? Dat ze met 1-7 verliezen. Ja, maar West 1 en West 2 is echt een wereld van verschil hoor. Dat zie je nu ook aan Hillegom. Dat kan je wel. Ja.
Mooi bruggetje dan ook gelijk. Ja, nou, voordat, ik wil nog eventjes Roy Schulpstand feliciteren. Ja, die gaat trouwen, dat klopt, ja. Primeurtje. Die gaat trouwen, inderdaad. Dat hadden wij begrepen. Ja. Hoe heeft hij het ook alweer... Ja, dat is dan ook alweer briljant. Volgens mij bij een voorstelling van Jochem Meijer. Kijk. Op het podium heeft hij zijn vriendin. Ja. Ja, jij hebt er ook moeite mee nog steeds om jouw vrouw of vriendin. Nou, ik wilde dus al vrouw zeggen inderdaad, maar het is dus een toekomstige vrouw. Dus jij hebt ook contact gehad met Roy over bruiloft en waar die heen moet? En, Roy Schulpstand, je mag me altijd bellen. Laat ik dat zo zeggen. Ja hoor. We hebben nog geen contact gehad over hoe je dat allemaal moet regelen, maar je mag me altijd bellen. Okay. Hillegom. Ja. Ja, leuk bericht. Ja, fantastisch berichtje. 10-1. Ja, en het gaat. Ik heb vandaag ook even wat meer mensen nog gesproken en niet lachen. Maar dat is echt 0-4 kunnen zijn voor laakkwartier of zo. 0-2, 0-3. Ja. Dat echt 0-2, 0-3 moeten zijn in de laakkwartier had het al op Twitter gezet. Ja. Dan denk je bij jezelf van... Nou, ik verklaar het dus ook voor gek. Ik denk, hoe durf je dit te zeggen als je 5-0 achter staat? Maar ja, ik heb meerdere verhalen gehoord en die zeiden echt van... Hillegom is in het begin heel goed weggekomen. En is het gewoon zo gegaan van 1-0, 2-0 snel en 3-0. En dan ging het gewoon heel hard. En toen waren zij gebroken en Hillegom ging door. Ja. 10-1. Ik heb het nog niet meegemaakt als verslaggever dat een club boven de dubbele cijfers had. Denk ik, zit even snel te denken. Nee, dat moet voor mij dan ook heel... Nee, dat... Nee. Die ook niet in dit soort... nee, maar joh, ze staan nu lekker bovenaan. Goed voor doelsaldo. En volgende week krijgen ze Teylingen. Op zaterdag. Op zaterdag. Trouwens. Dus ja, op zaterdag. Voor Hillegom... We gaan er met een goed gevoel naartoe. Absoluut. Teylingen iets minder. Haalden 4 punten uit de laatste 5 wedstrijden. Dus die gaan er met een iets mindere gevoel naartoe. Het is een derby. In derbies kan alles gebeuren. Wedstrijd op zich, hè? Wedstrijd op zich, vorm absoluut. Niet meer. Vorm van de dag. Lekker. Tot slot. Heb jij nog primeurtjes? Ik zal even na te denken, maar ik ga eerst even naar jou. Heb jij nog primeurtjes? Nee, ik sta redelijk droog in dat geval. Het enige, kijk, weet je... de afgelopen zaterdag... Dit is wel wat jij nu gaat vertellen. Dit gaat wel het transferverhaal van het jaar worden. Ja, dat denk ik ook. Joel Tillema. Waar gaat hij heen? Ja, afgelopen zaterdag was er na de wedstrijd tegen ASWH... wilde hij er niks over kwijt. Aan de andere kant... Dit is de allerslechtste rioljournalistiek die er maar zijn kan. Dit is Albert Verlinde 2.0. VD Boulevard. Ja, VDB Boulevard. Inderdaad, zoiets. VID Boulevard. Ja, ik zag hem. Hey, toen zag ik afgelopen woensdag zag ik dat Joel Tillema, overigens ook met Jordi Stroker. Die was daar ook, maar die heeft zijn contact al. Ja, die heeft al verlengd. Ja. Dat ze voetbal aan het kijken waren bij Rally Ignacio. En nou zijn het gewoon hele goede vrienden van elkaar. Dus dat dus zullen ze vast vaker doen. Maar jij wil nu zeggen dat er tijdens dat ze voetbal gingen kijken... Het zijn in dat geval voetballiefhebbers. Ben je een beetje in een goede stemming? Ben je een beetje aan het gallen met elkaar? Je hebt het lekker. Misschien ben je gewoon een beetje aan het chillen. Misschien een drankje erbij. Nou, door de week. Nou, dat denk ik niet. Maar daar kunnen zomaar eens dingen besproken worden. Ik geloof het niet. Zie jij hem niet naar AFC gaan? Nee. Okay. Ik zie hem überhaupt de steek niet uitgaan. Gewoon, Joel Tillema blijft bij... Nee, ik ga wel een bom leggen. Het wordt Rijnsburg of Quick Boys, denk ik. Quick Boys? Ja. Ja, die hebben vorige keer Tommy Bekooi binnengehaald. Als je dan nog een keer zo'n naam kan binnenhalen. Ja, dan doe je dat is wel lekker. En dan zou je ook een type speler binnenhalen die een heel groot probleem bij Quick Boys oplost. Namelijk iemand die gewoon 20 goals per seizoen maakt. Maar op dit moment nog geen positieverbetering? Op dit moment, hè? Nee, maar misschien op lange termijn. Want jij sprak wel met Grunholz, hè? Ja, nee, maar daar geef ik ook wel gelijk. Quick Boys is volgens mij, ik weet, correct me if I'm wrong, maar gewoon echt een van de grootste clubs van Nederland. Ja. Qua leden, qua alles, dus... Ik zie wel dat daar met goed beleid, met goede mensen, met goede spelers, dat je daar heel makkelijk die stap kan maken naar de top. Nou, Tillema is een topspeler. 1-1 is 2. Ja, dit is hetzelfde als dat hij met Ignacio thuis op de bank zit voetbal te kijken. Ja. 1-1 is 2. Nee, klopt. Nee, maar wat ik dan heb ik nog een, want dan blijven we nu toch lekker, want dan schiet hij ineens binnen, dat klopt. Ik heb wel gehoord dat Sabir Atjefai op gesprek gaat bij Quick Boys. Ah, inderdaad, Sabir Atjefai. Ja. Die is ook nog vertrokken. Ja, nee, je hebt gelijk. Ik heb wel daar wat... Hebben we niks over besproken net. Wat onderling WhatsApp-contact met andere mensen over gehad. En inderdaad, Quick Boys werd daar ook genoemd. Ja. Ja, je hebt volledig gelijk. Het is geen primeurtje, maar het is wel een heel sterk gerucht. Dus ik denk dat hij er naartoe gaat. Of naar Katwijk. Katwijk wordt ook nog genoemd, ja. Katwijk of Quick Boys.
Nou, dat was lekker. Toch lekker als je dat voor het uitkiezen hebt, als Sabi Archify zijnde. Ja, als het ook echt zo is. Als het ook echt zo is, dat is waar. Ben ik heel erg benieuwd naar. Of Telstar kan ook. Ja, nou. Nou, die kunnen dat niet betalen, denk ik. Dat is ook wel triest. Maar goed, dat was hem weer. Primaartjes, ja, dat waren ze. Laatste dan, staat Katwijk komende zaterdag op kop. Gaan ze winnen bij HFC? Dat wordt wel een beetje de kraak van het weekend. Lars, of gaat Lars Wijsstraat doen? Om Katwijk mensen te vriend te houden, zeg ik een gelijk spel. Maar ik heb er weinig hoop. Koninklijke HFC is wel erg degelijk hoor, dit seizoen. Ja, nee, qua uitslagen. Katwijk gaat het winnen. En dan afloop krijgt Jan Zoutman een 3-jarig contract. Dat is een soort hashtag Grillburger challenge. Nee, dit is wel een dat voel ik aan. Ja. Dan is die man in alles weer, dan zit het weer helemaal... Ja, wij mogen de challenge niet gebruiken, en terecht, nee, dat gaan we ook niet doen, maar ik voel hem een beetje aankomen. Dit gaat helemaal goed komen. Ook ja, zetten we er iets op? Nee. nee. Oké. Okay. Dat snap ik. Ik vind het weer mooi geweest. Bedankt voor het kijken deze week en hij heeft het volgehouden dingen. Hij staat weer. 16 minuten. De groeten. Doeg!